Oké, geef deze video even een like als je denkt dat ik naar de kapper moet, want... Hey, what's good? Het is je pannen, Steven Vechten. Super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Het is lang geleden dat ik zo heb gezeten. Oké, dus, even snel een soort update video wordt dit. Ik heb in het ziekenhuis gelegen, alweer. Dus ik ga jullie vertellen wat er weer aan de hand is. Maar er komen ook gewoon leuke dingen in de video, dus blijf even kijken tot het einde. Dat zou super zijn. Oké, het is nu tijd voor de reacties van de week. Dit zijn alle lieve reacties, dankjewel. En het is tijd voor de clownbord, een grote grappen maken. Ja, ik moet echt naar de kapper. Dus weet je, iemand die mijn haar kan knippen, laat het even achter een reactie. Dat zou super lief zijn, want dan kan ik mijn haartjes knippen. Dus als allereerste, ja, ik lag weer in het ziekenhuis. Wat ik had, ik was die vrijdag, was ik naar de sportschool gegaan, want ik was weer naar hartrevalidatie, alles geweest. En ze zeiden van ja, ga maar proberen om weer te sporten en dingen te doen, want ik sportte daar elke keer heel erg, gewoon heel goed en het ging allemaal perfect. Dus ik kwam eindelijk weer in zo'n golf dat ik dacht, alles gaat goed, ik heb zin om YouTube video's te maken, ik voelde me goed. Maar ja, uiteindelijk ging naar de sportschool. Ik had niet eens heel veel gedaan hoor. Ik had oprecht minder gedaan dan zelfs bij de hartrevalidatie. En ik was met een vriend van mij. En ik voelde me niet zo goed. Ik lag op het bed. En ik werd ineens een beetje misselijk. Een beetje raar. Dus ik dacht van, oeh, Blikstrom, dat is niet goed, ja. Maar we zouden de stad in. We zouden niet echt gaan stappen. Maar we zouden wel even de stad in. Groningen. Groningen City. Yeah. Maar helaas lukte dat niet. Want we zaten in de auto met de vrienden en... Ik had zo'n raar gevoel, mijn hart deed zo raar. Ik snapte het niet, ik dacht van, hoe kan dit dan? Hoe kan mijn hart zo raar doen? Kijk, normaal heb ik overslagen. En ik weet niet hoe ik aan jullie moet vertellen hoe het voelt. Maar in de auto had ik dit. Boom, 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 boom. Dat klopt niet. En ik voelde me niet zo lekker en ik werd helemaal misselijk. En toen ik uit de auto stapte, ik was helemaal duizelig. Ik was ook op een andere planeet in mijn gedachten volgens mij. Nee, ik voelde me gewoon totaal niet goed. En s'avonds toen stonden we zo en twee andere vrienden wouden graag nog eten halen. Ik schaam me wel voor mijn hartprobleem natuurlijk. Dus ik had geen zin om tegen hun te zeggen van, jongens, ik heb heel veel last, kom we gaan. Dus toen zij eten gingen halen, kwamen andere vrienden even bij me kijken, want ik was aan het bellen met mijn mami. Toen, ik weet niet, ik was zo duizelig, ik kon niks mee, ik was misselijk en ik zweet helemaal en ik had elke keer gevoel dat ik weer wegviel. En ik had geen zin om weer een hartstilstand te krijgen. Dus toen liepen we samen naar UMCG toe. Toen zijn we helemaal naar het ziekenhuis toe gelopen. We zijn heen gelopen en ik had zo'n last. En toen lag ik zo op het ziekenhuis. En toen zei de dokter van ja, je mag hier weer een weekend blijven. Weekend, want ik had weer vakantie. Elke vakantie lig ik in het ziekenhuis. Het is zo raar, maar elke vakantie lig ik in het ziekenhuis. Hoe dan? Hoe? Wat raar. Maar ja, ik vond het allemaal een beetje irritant, een beetje jammer, want ik wou gewoon heel graag mijn vakantie vieren en met de jongens uit. Maar ja, dat konden ze niet. Dus ik heb het weekend in het ziekenhuis gelegen, ik heb heel veel last. Het ziekenhuis heeft er eigenlijk niks tegen gedaan, want ik heb één keuze, meerdere keuzes. Ik heb een oxofopan mee naar huis gekregen, dat is een slaapmiddel. De keuzes zijn of ik neem een ablatie, maar het is geen normale ablatie. Dat is dus, dan gaan ze hier een stuk openmaken. En dan gaan ze op de buitenkant van mijn hart, gaan ze het of verbranden of bevriezen. Maar bij de hartspierziekte wat ik heb, kan het weer erg terugkomen. Dus ja, daar heb ik ook geen zin in. En dat andere is nieuwe medicijnen. Alleen dan moet ik weer langer in het ziekenhuis blijven, want daar zitten ook gevolgen aan. Dus het is allemaal even kijken wat ik moet doen. Mijn nummer is uit. Dus als je die wil kijken, zou super vet zijn. Druk dan even op een linkje hier beneden in de bio. Dan ga je naar de Spotify account van mij toe. Of je kan hem even luisteren op mijn YouTube, hij staat hier wel beneden. Dat zou super lief zijn. Laat iets liefs achter. Ik heb in het ziekenhuis heb ik iets super vets besteld. Wacht, blijf kijken. Wacht, let op. Je boy heeft een Nintendo Switch. Ja. Ik vind het super vet. Ik kan niet wachten tot Animal Crossing uitkomt. Maar die komt pas in februari uit. Dat is wel vet. Animal Crossing is uit. Wat zeg. Ik heb een Nintendo Switch gekocht. Ik ben nog aan het kijken hoe ik het kan opnemen. Misschien video's of dingen. Want ik heb natuurlijk ook mijn microfoon. Dus daar moet ik ook meer mee gaan doen. En ik wil sowieso vaak gaan uploaden. Ik denk 3 keer, 4 keer in de week. Maar ik wil vaste series hebben. En ik weet, ik zeg zulke dingen heel vaak. Maar dat ga ik ook gewoon doen nu. En ik heb scheid aan de rest en aan alles. Ja. Als allereerste, ik zit te denken om elke zaterdag dan een jongens-meiden video online te gaan gooien. En ik wil ook gewoon nog wat game videos gaan doen. Ik zit te twijfelen, want ik heb een horrorspel wat me heel leuk lijkt. Maar Fortnite en dingen zijn ook leuk. Maar de Nintendo Switch is ook leuk.
Dus ik ga even kijken wat ik ga doen, want daar heb ik wel heel veel zin in. En ik ben bezig nu met wat intro's aan het maken, want ik wil gewoon weer steeds vechten terug hebben. En ik zit te denken, want het is nu bijna Halloween. Dus ik wil iets gaan doen of in de Halloween-stijl. Of ik ga het gewoon switchen naar de herfst-zomerstijl. Gewoon mijn intro, want dat is gewoon vet om een beetje aan de mood aan te passen en dingen. Want dat vind ik gewoon leuk. Kerst is echt gewoon, dat vind ik echt de leukste tijd. Yo. Daarentegen, ik woon nu op mezelf in een huisje. Dat huisje ga ik ook een keer filmen. Ik zeg het nu al, ik weet niet, een jaar woon ik hier nu al bijna. En ik heb het nog steeds niet gedaan. Dus dat komt goed, dat ga ik ook even filmen. Alleen ik moet eerst alles even opruimen, want het is wel een hele grote rotzooi. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, ik heb dat wel. Ik heb altijd heel erg last van rotzooi, maar ik ben echt een rotzooi kontje. En ik wil mijn achtergrond nog een beetje anders maken. Want ik vind het wel leuk zo, maar het kan leuk. Ik wil daar nog lampjes. Hier wil ik nog lampjes gaan doen. En als jullie suggesties hebben of iets, laat het altijd achter. En ik hoop dat ze hier een grote glasvezel gaan aanleggen. Want dan kan ik eindelijk gaan livestreamen. Dat lijkt me ook wel vet. Yeah. Oké, dat was het dan wel. Dan zie ik jou met je leuke koppie. Ik denk maandag of morgen weer met een nieuwe video. Houd het gewoon in de gaten. Ja. Ja, dat ik had een hele leuke vakantie. Een beetje in het ziekenhuis gelegen. Dat was mijn vakantie. Terwijl, ik vind het niet erg om in het ziekenhuis te liggen. Want je wordt de hele dag bediend. Mensen komen naartoe. Wil je wat drinken? Zeg ik je. Natuurlijk mevrouw, dank u wel. Ja, dat was het wel. Ik zit echt te denken wat ik in de achtergrond kan doen. Ik weet het nog niet. Dus laat iets achter. In de reacties. In de reactions. In de reactions. Yeah.